Deze beschouwing die gaat over klimaatveranderingsangst, klimametathesiofobie. Dat zou in de DSM moeten, in de Diagnostic and Statistical Manual for the Mental Health Problems. Heel veel mensen hebben dat, hè? Die zijn ontzettend bang dat het klimaat gaat veranderen. En die angsten, die fobie en de feiten. Ik heb hier echt goed mijn best op gedaan. Ga er maar even voor zitten. Ik heb er een potje thee bij. Als ik jou was, zou ik dat ook even gaan doen. Ik moet even de tijd in de gaten houden. Het is nu 11:30. Ik ga er denk ik een uurtje aan besteden. Ja? Ik ben op gedachten gekomen voor dit artikel naar aanleiding van een aantal gesprekken die ik heb gehad met mijn vriend Wim. Wim Kruidentuin. Die houdt zich hier ook mee bezig. En hij zit op dezelfde lijn als dat ik zit. Namelijk dat er niks aan de hand is met het klimaat. Ik pak even mijn thee. Nou hebben wij een e-mailgroepje. En daarin zitten twee mensen. En die zijn hartstikke bang. Hè? En dan komt Wim met gegevens gevonden op internet, waaruit blijkt dat er niks aan de hand is. En dan zeggen die mensen, ja, maar die websites die zijn niet te vertrouwen. Dat geloven die mensen dan, hè? Dat alle websites die komen met gegevens waaruit blijkt dat er helemaal niks aan de hand is met het klimaat. Die websites die worden betaald door de olieindustrie. Dat zijn malafide websites. Dat zeggen ze, hè? En zo kwam ik dus met Wim pratende op het idee om het eens anders aan te gaan pakken. Want die fobie, die moet stoppen. Die is zelfs gevaarlijk. Daar ga ik het zo dadelijk over hebben. Dat is echt gevaarlijk. Die fobie. Hè? Nou, ik lees even voor. Er wordt gesproken over een alarmerende situatie als het gaat om het klimaat. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat er kleine veranderingen gaande zijn en dat die veranderingen geen erge gevolgen kunnen hebben tussen nu en meerdere tientallen jaren. Er wordt uitgegaan van de gegevens van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI, en Rijkswaterstaat van Nederland, RWS. Nou, dit zijn twee bronnen die kunnen niet in twijfel getrokken worden. Daar hoef ik verder geen woord aan vuil te maken, toch? Nou, volgende alinea. De CO2-concentratie stijgt. Deze concentratie wordt onder andere gemeten op Hawaii sinds 1959. Het KNMI gebruikt deze gegevens. En dan bron 1. Dus ik heb de bronvermelding, die staat achteraan dit artikel. Die staat er dan netjes. Kan je erop klikken en dan kan je er zelf kennis van gaan nemen. Maar dit kan je zo van het internet afplukken. En dat meetpunt, dat is Mauna Loa in Hawaii. En daar wordt de koolstof dioxide concentratie gemeten. En in deze grafiek staat de CO2 concentratie, dat is de blauwe lijn. En die rode staven, dat is de toename, de jaarlijkse toename. Dus dat zijn eigenlijk twee grafieken die in één staan. Ik zou er zelf niet nooit voor gekozen hebben om dit zo te doen, maar ik heb het KNMI ook gevraagd om een wat betere grafiek, data, dinges, maar ik heb nog niks gehoord. Anyway, ik lees weer even voor. De blauwe lijn is de gemiddelde concentratie. Deze is gestegen van circa 320 ppm, parts per million, oftewel 0,03%, naar ruim 400 ppm,
oftewel 0,04%. De rode staven geven de jaarlijkse toename aan. De laagste toenames waren circa 0,4 ppm en waren in 1964 en 1992. De grootste toenames waren circa 3 ppm per jaar en vonden plaats in 1998 en 2016. De jaarlijkse toename vertoont een grillig patroon. De CO2-concentratie wordt dus niet alleen bepaald door de verbranding van koolwaterstoffen. Dat mag duidelijk zijn. Want de koolwaterstoffen-emissie, of de CO2, het verbranden van koolwaterstoffen, dus de CO2-emissie daardoor, ja, die fluctueert niet met deze grillige patronen. Door 1992 was niet een jaar waarin wij mondiaal heel erg weinig koolwaterstoffen verbrand hebben. Er zijn dus meerdere factoren bepalend voor de koolstofdioxideconcentratie. Kan je hieruit zien. Hè? Maar ja, is dit nou erg? Op zich zegt dit niks. Op zich is dit niet erg. Dat de koolstofdioxideconcentratie stijgt. Je zou kunnen zeggen, het is erg als de koolwaterstoffen straks op zijn. Maar die zijn voorlopig nog niet op. Dus dit is geen rampenverhaal. Maar dat komt natuurlijk wel als je het gaat hebben over de verbinding die gelegd wordt tussen de koolstofdioxideconcentratie en de gemiddelde wereldtemperatuur. Nou, hoe zit het daarmee dan? Gaan we weer verder voorlezen. Hieronder staan de jaargemiddelde temperaturen in de beeld, gemeten door het KNMI sinds 1901. Dat is bronvermelding nummer 2. Even een beetje ruzie met dat ding. Even dank hoor. Enkele pagina. Ja. Hier zie je hier bovenaan. Ja? Deze gegevens die kan je downloaden van het KNMI. Dit meten ze zelf in de beeld. Dat is de locatie waar het KNMI ook zit. Ja? En daar wordt dus sinds 1901 heel trouw elke dag de temperatuur gemeten. En er wordt opgeschreven. En over een jaar wordt dat gemiddeld. En wat je kan zien is dat die gemiddelde temperatuur in de beeld, dat die van jaar tot jaar nogal fluctueert. Beetje inzoomeren. Het fluctueert, zoals hier tussen in 1902 was dat denk ik, was het iets meer dan 8 graden. En dan 6 jaar later, 7 jaar later was het bijna 10 graden. Dus het scheelde 2 graden. Ja? En hier ook trouwens. Van daar naar daar. Ja? Heb je in een jaar tijd bijna, scheelt dat 2 graden gemiddeld. En van daar naar daar zie je ook een verschil van 2 graden. Ja? Hier ook. Dus het varieert nogal, hè? En wat je uit deze lijn kan zien, ik ga even een stukje voorlezen, dan heb ik dat gehad. Door de punten is met lineaire regressie een rechte lijn getrokken. Hieruit blijkt dat de jaargemiddelde temperatuur in de beeld sinds 1901 gestegen is met 0,02 graden Celsius per jaar. Nou, dat heb ik zelf uitgerekend. Met open office dan. Hè. Dat is deze fx is 0,02x min 22,79. Dit is de rechte lijn die er doorheen loopt. En die rechte lijn die heeft dus een hellingshoek van 0,02 graden Celsius per jaar. Dus dat zou inhouden. Nou, dat houdt het ook in. Dat, het is de temperatuur hierin, of in de beeld dan, hè, is gemiddeld gesproken gestegen met 2 graden. Sinds het begin van de temperatuurmeting. Dus in de afgelopen 120 jaar is die 2 graden gestegen. Een belangrijke factor in deze is om even te kijken naar die R-kwadraat die eronder staat. Want die R-kwadraat is 0,44. En die geeft de correlatie aan. En die correlatie van 0,44, die is niet hoog. Een correlatie van 1 is kei gecorreleerd.
En 0,44 is niet hoog. Met andere woorden, de kans dat je hier zit te kijken naar een verschil van 0,02 graden Celsius per jaar, terwijl het gaat om puur toeval, die is aanwezig. Dus het kan zijn dat je je druk maakt om niks. Als je het hebt over deze stijging. Het kan dus ook zo zijn dat die toename, dat je die nu ziet, maar over 30 jaar is het weer wat minder geworden. En ja, blijkt dat die periode, want wanneer, wat kan je hier zien? Dat is maar vanaf 1980 tot en met nu of zo, lijkt het wat warmer, hè? Dan in de periode daarvoor. Maar dat kan dus toeval zijn. Kijk, als je met een dobbelsteen gooit, gebeurt het wel eens dat je drie keer achter elkaar een 6 gooit. Dat betekent nog niet dat die dobbelsteen dan malafide is. Want dat kan. Je kan drie keer achter elkaar een 6 gooien. En omdat die R kwadraat 0,44 is, ja, geeft dat te kennen dat die, ja, die correlatie is dus niet heel groot. Nou, dan lees ik even voor. De laatste 20 jaar laat een minder stijging zien, namelijk een stijging van 0,01 graden Celsius per jaar. En die zie je hier. Dit zijn dezelfde gegevens als daarboven, maar dan alleen vanaf de laatste 20 jaar. Nou, dan heb je die fx, die is dan 0,01x. Dus een 100ste graad Celsius per jaar steeg de temperatuur in de laatste 20 jaar. En die R kwadraat is dan nu 0,02. Nou, dat is helemaal niks. Dat is geen correlatie. Met andere woorden, je kan net zo goed zeggen, de afgelopen 20 jaar is er geen temperatuurstijging geconstateerd in de beeld. Dus de afgelopen 20 jaar is de temperatuur in de beeld constant. Niet gestegen. Hij is niet constant, hij varieert, maar gemiddeld gesproken is die niet gestegen. Nou, je kan zelfs hier zien dat 2010 bijvoorbeeld, dat was een relatief koud jaar, man. Ja. Als je even kijkt naar hierboven, dan is het dus 9 graden geweest. Ja, dat is dit punt. Ja, het is dit punt. Deze. Ja, die is vrij laag. De afgelopen 20 jaar, ja, het is niet geconstateerd dat de temperatuur in de beeld de afgelopen 20 jaar is toegenomen. Punt. En je kan wel zeggen, het is toegenomen sinds het begin van de 20e eeuw met 2 graden Celsius. Dat kan je met een correlatie van 0,44. Dat is ook niet zo hoog, hoor. Ah. That's it. Dat is het enige. En bij het klimaatakkoord van Parijs, daar hebben ze het van, ja, het moet dan wel binnen de 2 graden blijven bij het jaar 2100. Ja, als je kijkt naar de beeld, dan stijgt het dus, als het überhaupt stijgt, stijgt het daar een 100ste graad per jaar. Dus dan mag je verwachten dat in het jaar 2100 dat we 0,9 graden gestegen zijn. Ja, maar in het klimaatakkoord van Parijs zitten ze al te brullen van, ja, maar het mag niet boven de 2 graden komen. Daar is helemaal geen sprake van. En wie bepaalt dat? Want ik vind het helemaal niet erg dat het wat warmer wordt in Nederland. Jij wel? Wat kan je daarvoor bezwaar tegen hebben? Wat maakt het nou uit? Ik heb al jarenlang hier in mijn woning de kachel niet meer aan. Is dat erg? Ik vind dat niet erg. De Nuon, of Vattenfall heet het tegenwoordig, die vindt het misschien erg.
Nou zeg, die Perry, daar kunnen we helemaal geen gas leveren. Nou, daar raken wij helemaal depressief van bij de Nuon. De Vattenfall. Ja, die misschien wel, maar ik niet. Ik heb er helemaal geen enkel probleem mee dat het hier warmer wordt. En dan komt het misschien niet doordat het warmer wordt in Nederland. Dat denk ik dus niet. Maar, want de afgelopen 20 jaar is het niet warmer geworden in Nederland. Dat heb ik net in de onderstaande grafiek laten zien. En ik woon pas hier op deze locaties pas 9 jaar. Dus, en ik heb iets van 6 jaar lang de kachel niet aangehad. Dus ja. En toen is het niet echt aanmerkelijk warmer geworden in Nederland. Ik heb gewoon de kachel niet aan. Maar voor mij mag het warmer worden en ja, ga ik weer even voorlezen. Omdat de stijging van de afgelopen 120 jaar van 0,02 graden Celsius per jaar de afgelopen 20 jaar is gedaald tot 0,01 graden Celsius per jaar, is het niet te verwachten dat de temperatuur de komende jaren sterker zal stijgen dan de 0,02 graden Celsius per jaar. Dat lijkt me toch nogal wiedes, hè? Van de temperatuurstijging tot nu toe zijn geen nadelige effecten waargenomen. Ja, of ik moet me vergist hebben. Hoor. Heb jij klachten of zo? Een positief effect van de stijging moet er wel zijn, aangezien planten sneller groeien bij een hogere temperatuur. Tja. En dan staat er ook nog heel fijntjes. De CO2-concentratie is niet de enige factor die de temperatuur bepaalt. Als die al bepaalt, natuurlijk. Want we kunnen hierboven zien dat die stijging van 0,2 graden Celsius per jaar, dat is met een correlatie van 0,44. Dus het is niet keihard vastgesteld. Het kan gaan om een toevalligheid. Want de temperatuur varieert. Dat zien wij uit deze grafiek. Dat de temperatuur niet constant is. Die is grillig. Maar goed, de CO2-concentratie kan dus niet als enige de temperatuur bepalen, omdat de CO2-concentratie sterker toeneemt. Dat zien wij aan die eerste grafiek. Oh, moet weer teruggerd. Ai, 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 ai. Maar soms doet dit ding dan niet wat ik wil. Even kijken hoor. Vorig onderdeel, volgende pagina. Vorig onderdeel. Ja, deze dus. Je ziet hier aan de rechterkant veel meer gemiddelde stijging per jaar dan aan de linkerkant. Rechts is die hoger dan links. Dus die jaarlijkse toename is momenteel sterker dan sinds het begin van de jaren 60. Dat zie je duidelijk. Maar dat vertaalt zich niet in een sterkere stijging. Zit er wel. Ja, dat zie je hier niet. Punt. En al helemaal niet de laatste 20 jaar, waarin je helemaal geen temperatuurstijging ziet, terwijl er nog steeds een ongelofelijke hoeveelheid CO2 bij komt elk jaar. Dus, ja. Ja, dan zeggen mensen dat door die temperatuurstijging, ja, welke temperatuurstijging? Huh? De laatste 20 jaar helemaal niks. En de laatste 120 jaar 2 graden, maar dat kan toeval zijn. Huh? Van de temperatuurstijging wordt gezegd dat hierdoor de zeespiegel stijgt. In de onderstaande grafiek staan de jaargemiddelde hoogten van de zeespiegel gemiddeld over 6 meetpunten. De gegevens zijn van Rijkswaterstaat, bron nummer 3. Even mijn dingetje erbij, volgend onderdeel. Oh, dat kan het zo.
Dat is deze grafiek. Die heb ik al eerder besproken. Toen ik deze data binnen had gekregen van het Rijkswaterstaat. Nou, hieraan kan je zien dat de zeespiegel grillig is. Dat varieert als je kijkt naar dit jaar. Dat was dan ergens eind jaren 90 van de vorige eeuw. Dus dit punt. Vergeleken met dat punt. Ja, dat scheelt nogal even. Oh, weg. Die of die. Dat scheelt nogal even. Die of die ook. Dat scheelt meer dan 10 centimeter. En die naar die ook. Nou, hier zit wel een trend in. En die trend is 1,9 millimeter per jaar. Dus ik zal even voorlezen. Uit deze gegevens blijkt dat de zeespiegel sinds de 19e eeuw met circa 1,9 millimeter per jaar stijgt. Aangezien de Nederlandse bodem in dezelfde periode is gedaald met 0,2 mm per jaar, is de zeespiegel, absoluut gesproken, gestegen met 1,7 mm per jaar. Uit de sterke correlatie tussen de hoogte van de zeespiegel en de tijd, mogen we aannemen dat de zeespiegel al ver voor 1890 aan het stijgen was. In die periode was er geen sprake van een hoge CO2-concentratie. Ook mogen we aannemen dat de zeespiegel de komende jaren in hetzelfde tempo zal blijven stijgen. Onze dijken kunnen die stijging makkelijk aan. Punt. Dus er is niks aan de hand. Ja. Nou, en dan de conclusie. De temperatuur en de zeespiegel stijgen, maar niet steeds sneller zoals de CO2-concentratie dat wel doet. De zeespiegel steeg al toen de CO2-concentratie nog laag was. Dit doet vermoeden dat de CO2-concentratie niet de enige factor is die de temperatuur en de zeespiegel beïnvloedt. Een stijging van de CO2-concentratie is niet ernstig als deze concentratie maar onder de 10.000 ppm blijft. Bron nummer 4. Bij een hogere concentratie wordt CO2 gevaarlijk voor mens en dier. CO2 is, samen met meststoffen zoals stikstofoxiden, nodig voor planten om te groeien. Plantengroei is positief voor het milieu en dus voor de economie en de samenleving. Bron nummer 5. De stijging in de temperatuur met enkele graden is niet nadelig voor het leven in Nederland. Ook vormt de stijging van de zeespiegel geen probleem. Einde verhaal. Nu weer op de laatste pagina nog even voor de duidelijkheid. De bronnen. Dit is de website van KNMI over die CO2-concentratie. Dit is ook de website van KNMI, maar dan de gegevens van de temperatuur. Dit is de website van CLO. Het is maar even ontschoten waar dit ook alweer een afkorting van is. Maar daar verwijst Rijkswaterstaat naar als het gaat over de zeespiegelstand van Nederland. Dit is een Wikipedia-pagina waarin de giftigheid van CO2 besproken wordt. CO2 is giftig bij 10.000 ppm. Dan heb je echt een probleem. Maar we zitten nu op 400 ppm en 400 of 10.000... Dat scheelt een factor 250 of zo. Daar hoef je dus niet bang voor te zijn. Hè? En dan nummer 5, de positieve werking van stikstofoxide en koolstofdioxide. Dat staat, er is een leuk artikeltje, een PDF. Dat gaat over kunstmest. En daarin wordt je alles uitgelegd hoe planten nou precies groeien. En dat planten koolstofdioxide en stikstofoxide nodig hebben om te groeien. En zonder die twee stoffen groeien planten niet. Nou, wat mij betreft is hiermee de hele discussie over het klimaat afgelopen. Die hoort in Nederland niet meer gevoerd te worden. In Nederland is er niks aan de hand met het klimaat. Dus het is geen Nederlands probleem. En als wij ons druk willen maken over problemen van andere landen, dan heb ik aan jou de fijne mededeling. We hebben genoeg problemen binnen de eigen landsgrenzen.
Zo vertellen boze tongen dat er 8000 zaken van seksueel kindermisbruik op de plank liggen bij de politie, omdat ze er geen tijd voor hebben. Nou, zolang er geen tijd is om die 8000 zaken uit te zoeken, hebben wij zeer zeker geen tijd om ons bezig te gaan houden met de klimaatveranderingsproblemen in de Sahara. En klonk ik een beetje boos? Nou, ik hoop het. Want hier mag je je over opwinden. Hè? Er zijn genoeg problemen hier in Nederland. En het klimaat is daar geen onderdeel van. Punt. Niet in Nederland. En daar, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik zoek even naar de woorden. Kijk, je hebt mensen en die zitten ook nog heel veelvuldig op Facebook. En ja, ik zit dan momenteel in de ziektewet. En trouwens, ik werk ook maar part-time, maar ik werk. Ja? Maar ik weet van mensen die werken helemaal niet. En die zitten de godganse tijd op Facebook en die pleuren er allemaal dingen op dat het klimaat weer eens heel erg aan het veranderen is en dat we allemaal extra belasting moeten gaan betalen. Ja, want zij zitten op een uitkering. Die lopen verder geen risico. Maar die willen graag dat andere mensen extra belasting gaan betalen. Dat vinden ze wel een goed idee. En dan verzinnen ze weer eens wat. En die mensen, die zijn, die hebben, ja, hun, ze zijn geestesziek. Ze zijn psychopathisch. Door die mensen hadden ook de moeite kunnen nemen om naar de website van KNMI te gaan en daar die gegevens op te vragen van de gemiddelde temperatuur. Die mensen hadden ook de moeite kunnen nemen om Rijkswaterstaat even te vragen naar die zeespiegelstanden. Dit hadden mensen allemaal zelf kunnen ontdekken. En dat artikel over hoe planten groeien en dat daar stikstofoxide en koolstofdioxide voor nodig is. Dat hadden ze ook allemaal op kunnen zoeken, maar dat doen die mensen niet. Die mensen die, ja, die zijn, dat is dus die geestelijke afwijking die ze hebben. Ik verklaar ze voor gek, hoor. Allemaal, stuk voor stuk. Iemand die heden ten dagen nog loopt te zeuren over het milieu en het klimaat, die heeft een gaatje in zijn hoofd. Ja, en die ziekte die mensen hebben, is dat ze schijnproblemen de wereld inslingeren om het echte probleem niet onder ogen te hoeven zien. En het echte probleem is dat Nederland uitgekleed wordt door de Europese Unie. We krijgen belachelijke maatregelen in onze nek gedonderd. Meer dan de helft van de huwelijken loopt op de klippen. Meer dan de helft van de kinderen kent papa helemaal niet. Die worden ofwel buitenechtelijk geboren, of ze worden binnenechtelijk geboren. Maar dan wordt papa de deur uitgedonderd. Terwijl het al lang bekend is dat kinderen van gescheiden ouders hebben een hoger risico op het gebruik van genotsmiddelen, het krijgen van promiscu gedrag en andere maatschappelijk ongewenste activiteiten. Dat weten we allemaal en we doen er helemaal niks aan. Nee, we gaan lopen zeuren over de zeespiegel. Terwijl de zeespiegel helemaal niet stijgt. Ja, 1,7 millimeter per jaar. Iemand als professor Dr. Bert Vermeersen, die heeft het rustig over een zeespiegelstijging van ettelijke meters. Nou, daar kan ik me ongelooflijk over opwinden. Dat is een man, die mag zich nog professor noemen ook. En die zit rustig te vertellen op een podium met een hele zaal met belangstellende mensen. Zit die plaatjes te schetsen van hoe Nederland eruit gaat zien als de zeespiegel met ettelijke meters gaat stijgen. Terwijl de zeespiegel stijgt met een snelheid van 1,7 millimeter per jaar.
En die mensen zoals professor Dr. Bert Vermeersen, die zijn geestesziek. Dat zijn psychopaten. Die moeten naar een sanatorium toe. Met een dagbesteding. Ergens in Roemenië. Die wil ik hier in Nederland eigenlijk helemaal niet meer zien. Tenzij ze berouw tonen. En hun excuses aanbieden. Aan het Nederlandse volk. En dat geldt ook voor al die mensen die ik ken op Facebook, die daar weer eens aankomen denderen met een Extinction Rebellion fantastische verhalen. Want Extinction Rebellion, die doet er tenminste wat aan. Waar doet Extinction Rebellion wat aan? Want de temperatuur in Nederland stijgt helemaal niet. Niet de afgelopen 20 jaar. En over de afgelopen 120 jaar is het maar de vraag. En de zeespiegel stijgt met 1,7 mm per jaar. En het deed hij al waarschijnlijk aan het einde van de 18e eeuw. Dus die mensen van die klimatofobische toestanden, die zijn heel gevaarlijk bezig. Want ze leiden onze aandacht af van het werkelijke probleem. Een werkelijk probleem is dat een ambtenaar bij de EU, dat hij ons, de Europese burger, €345.000 per jaar kost. Ja, dat hoor je goed. €345.000 kost één Europese ambtenaar. Ja. En hoe is het met onze... Ik heb het gezien waar mijn dochter op school moest. Ze hadden het op school, het primair onderwijs van mijn dochter. Ze hadden niet eens tijd om mijn dochter rekenen te leren. Nee. Maar er is wel geld om een Europese ambtenaar €345.000 per jaar te laten kosten. Ja, er zou eens wat met die ambtenaar gebeuren, zeg. Nee, die ambtenaar moeten we echt vertroetelen. Ja, die worden vertroeteld en mijn dochter krijgt niet eens rekenonderwijs. Ga dan weg. Serieus, ga weg. De professor Dr. Bert Vermeersen, ga weg, man. Ga naar Roemenië, vraag een dagbesteding aan. Ga iets leuks doen, ga macrameën of zo. Of iets met klei. Ga asbakken bakken. Ik ben er gestopt met roken, maar ja, een asbakje kan er altijd bij. Maar hou op met die rare verhalen. Er is nou zo'n gedoe over fake nieuws, hè, namaaknieuws. Ja, alles met klimaat is namaaknieuws. Dat is fake. Dat is onzin. En het is heel erg. Ik weet nog dat ik dat artikel van de Zeespiegel voor de Nederlandse kust, dat heb ik ook laten lezen aan iemand in ons e-mailclubje. En die is dan heel erg bang voor klimaatverandering. En En die leest dan van ja, maar op het zuidelijk halfrond, daar stijgt het er wel in. Op het zuidelijk halfrond wordt het helemaal niet gemeten. Ja, wordt het pas sinds kort gemeten. Maar dat is nog niet zo lang. We weten daar niet zoveel van. En dan zou het op het zuidelijk halfrond wat sterker stijgen. Hier is niks aan de hand. Wat maakt mij het zuidelijk halfrond nou uit? Waarom zouden wij ons druk maken over het zuidelijk halfrond? Dat is toch hun probleem? En er wordt maar wat geroepen. Om met name de Europees-Amerikaanse mens een probleem aan te praten.
Maar dat moet ik hier ophouden. En die mensen op Facebook die al die rampartikelen erop pleuren. En ik weet hoe ze heet. Ik zal voor hun dan de namen niet noemen, want dat vind ik dan niet eerlijk. Maar professor Dr. Bert Vermeersen wel. Want die staat toch met zijn mondbakkers op de Universiteit van Nederland. Dus de, hè? Ik zal er misschien een aparte uitzending aan hem wijden. Dat ik hem nog een keer aan het woord laat met zijn ongelooflijk doortrapte leugens. Maar die mensen die op Facebook dat soort artikelen melden, ja, daar zou ik ook het liefste van hebben dat die mensen in behandeling worden genomen. Dat dat niet meer mag. Dat Facebook ook ingrijpt. Ze zeggen, nou, dat mag gewoon niet meer. Geen artikelen meer. En toestanden, demonstraties voor het klimaat. Want de Perry heeft laten zien dat er niks aan de hand is. En wij weigeren verder al die afwijkende meningen. Want Perry houdt zich bij de feiten. En de feiten opdreunen, dat is geen mening. Dat zijn namelijk de feiten. En een feit is dat de temperatuur in de beeld de afgelopen 120 jaar... Als die al gestegen is, is die gestegen met 2 graden Celsius. Maar dat weten we niet helemaal zeker, want 1 zwaluw maakt geen zomer. Dus het kan heel goed zo zijn dat dit de komende tijd weer wat gaat dalen. Want het is maar een correlatie van 0,44 en die is niet hoog. Nou, in de laatste 20 jaar is die echt niet gestegen. En dat is een correlatie van 0,02 of zo. Nou, dat is dus geen correlatie. Punt. En die burgers die daar dus wel aan meelopen doen en wel allemaal angst lopen brullen. Ik vind dat ze de mond gesnoerd moeten worden. Er moet iets mee gebeuren. Die moeten aan de schandpaal. Dat is te erg voor woorden. En ze grijpen alles aan. Hè? Die personen die je dan bezig ziet over die koolstofdioxide... die hebben dan nu een nieuw onderwerp en dat is stikstofoxide. Gaan ze daar weer over beginnen? Maar daar is echt helemaal niks meer aan de hand. Het enige wat je kan verzinnen met stikstofoxide... dat zijn dat hier in Nederland zijn er... hele arme, stikstofarme gebieden. En daar groeien, omdat het zo stikstofarm is... groeit daar bijna helemaal niks. En omdat er bijna helemaal niks groeit... kunnen daar bepaalde plantjes de beste zijn. Dus in het land der blinden is één oog koning. En dat zijn dan... van nature dan bijzondere plantjes. En die groeien in de vrije natuur. Ja. Maar behalve dat die planten groeien in Nederland ook mensen. En die eten patatjes met en patatjes speciaal en frikandellen berenklauw en noem het maar op. Dus ja, dat is een beetje dringen. Nederland is erg dicht bevolkt. En zullen dan die stikstofarme gebieden stikstofarm blijven tussen nu en 100 jaar? Nou, ik denk van niet. Tenzij je ervoor kiest dat we Nederland, dat wij ruimte gaan maken in Nederland voor die stikstofarme gebieden. En dan moeten dus de helft van de Nederlanders weg. En dan zou ik het niet meer dan eerlijk vinden dat iedereen die het laatst gekomen is en dus de minste hechting heeft aan Nederland, dat die als eerste op de lijst staat om te vertrekken. En dat betekent dat ik dus mag blijven, want ik ben hier geboren. En dan kan jij wel uitrekenen wie er dan wel moet gaan vertrekken. Nou, dan gaan die maar weg. En dan blijven we hier over, hier in Nederland met 10 miljoen man. Nou, dan zeg ik jou, dan garandeer ik jou. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat de Drunense Duinen en Nationaal Park de Hoge Veluwe, dat stikstofarm blijft. Heus.
Dat is vrij simpel namelijk, want wat je dan doet is je houdt even rekening met de gemiddelde windrichting. En hier in Nederland is die zuidwest. Dus ten noorden en ten oosten van de Hoge Veluwe, daar kan je intensieve veehouderij en intensieve landbouw gaan beginnen. Geen enkel probleem. Daar heeft de Hoge Veluwe geen last van. En dan heb je nog een beetje dat je moet oppassen met het grondwater. En als dat echt een probleem mocht blijken te zijn, maar dat moet eerst maar even blijken, maar dan slaan we een damwand. Dat is helemaal niet zo moeilijk. En ram je van die metalen platen 5 meter diep de grond in. En nou, dan komt er echt geen stikstofoxide meer via het grondwater in de Hoge Veluwe terecht. Echt niet. Maar dan moeten eerst maar eens die 10 miljoen mensen hier uit Nederland weg. En die moeten maar eens even aangewezen worden. Volgens het principe, wie het laatst gekomen is, die gaat het eerste eruit. Last in, first out. Dan zijn we ook gelijk van het probleem af dat er een bouwstop moet komen. Want dan hebben we ongelooflijk veel lege woningen. Ja, en lekker veel de ruimte. Sterker nog, je zou ik zou er helemaal geen bezwaar tegen hebben. Maar dat is dan de contra, snap je? En als we dat niet doen, dat doen we natuurlijk niet. Natuurlijk kan dat niet. Ja. Maar ik zou er wel een voorstander voor zijn om te zeggen. Nederland is nu dus het op 3 na dichtst bevolkte land van de hele wereld. Het is het dichtst bevolkte land van de Europese Unie. Ik zou wel zeggen dat het nu even genoeg is geweest. Hè? En ik zou het in Nederland ook wel willen hebben over ruimte voor de Nederlander. Momenteel heeft de Nederlandse vrouw gemiddeld 1,3 kind. En dat betekent dat het aantal Nederlanders aan het dalen is. En dat lijkt mij niet nodig. Dus het lijkt mij dat daar een beetje een positieve discriminatie bij mag komen. En dat we zeggen van nou, in Nederland, we doen niet meer dan, nou, we zullen zeggen 15 miljoen mensen. Dus we doen wat minder. Ik zou wat minder Nederlanders willen. En wat meer originele Nederlanders. Dat zou ik willen. Maar daar kan je met z'n allen over gaan stemmen. Maar ik vind het wel genoeg geweest. Ik vind de immigratie echt voldoende. Wij hoeven niet meer op te vangen. Wij hebben ons deel al gedaan hoor. Ik denk, nu mag Saoedi-Arabië gaan beginnen met het opvangen van vluchtelingen. Lijkt mij. En Indonesië. In Japan hoor je ook niks van. Noord-Korea, die mag ook wel eens wat vluchtelingen hebben. Zimbabwe. Wanneer hebben die dan voor het laatst vluchtelingen opgevangen? Nou, weet ik ook niet. Kunnen ze daar niet naartoe? Maar heb ik het niet meer in Nederland. Dat zou ik wel willen. Lijkt me niet meer dan reëel. En reëel is deze milieutoestand, fobische toestanden, niet. Dat is zelfs gevaarlijk. Dat is akelig. En ik ben ervan overtuigd dat die mensen, die worden gestimuleerd. Begin jaren 70 kwam er een rapport van de Club van Rome. Dat is afkomstig van de paus en zijn vriendjes. En dat heette Grenzen aan de Groei. En daarin begonnen ze al. Dat was voor mij de aanleiding om milieu te gaan studeren. Ja. En vervolgens kwam ik er in Wageningen achter dat er met het milieu helemaal niks aan de hand is.
Het is toen gebleken dat de binnenlucht in Nederland, in die dagen dan, hè, jaren 80, jaren 90, de kwaliteit van de binnenlucht, die was slechter dan de kwaliteit van de buitenlucht. Klaar. En hoe kwam die kwaliteit van die binnenlucht zo slecht? Ja, wat denk je? Mensen roken in huis, ventileren niet. Het grootste probleem is ze ventileren niet. Als je niet ventileert in huis, dan... Ja, jongen, dat kan gebeuren. Hè? De meest verschrikkelijke dingen. Schimmelgroei is een hele ernstige. En je kent het vast wel, dat je bij iemand binnenkomt en je denkt... luggie, ik krijg een luggie. Ja. Dat is dus geen frisse lucht. Schimmels. En in plaats dat wij onze woningen, dat we er bij onszelf aan gaan pakken en als goed gaan ventileren en zo. Nee. We gaan vragen dat er een klimaatakkoord komt en dan extra belastingen. En die worden dan geïnd via de Europese Unie. En die stikstofmaatregelen komen ook van de Europese Unie. Want nu kost een ambtenaar, nou dat was in 2017, kostte een Europese ambtenaar 345.000 euro per jaar. Nou, dat moet makkelijk naar 400.000 euro per ambtenaar per jaar kunnen. Zo willen we Nederland kapot hebben. Dat wil Bert Vermeersen. En dat willen al die mensen die op Facebook, die ik dan voorbij zie komen met hun postjes. Neem dan de boerensector. Waar het om gaat is dat die boeren op deze manier gaan die boeren stoppen met hun bedrijf. Die landbouwgrond die wordt dan verkocht. En wie denk je dat die grond gaat opkopen? Monsanto natuurlijk. Ja, dus die individuele boeren, die zijn er straks niet meer. En die hele agrarische sector, dat wordt één grote multinational. En dan hebben wij niets meer te vertellen over hoe er producten geteeld worden. Helemaal niets meer. En ga dat maar verkopen aan je kleinkinderen. Sukkel. Ja, kijk, papa was, mama ook hoor. Vroeger hadden we in Nederland boeren. En dat waren dan kleine ondernemers. Nou, die hebben we allemaal kapot laten maken. Want papa en mama waren er allebei voor hoor. En dan nu zijn het juist een multinational geworden. Samonto of zo. Oh, Monsanto, hè? Ja, Monsanto. Ja, dus... Nou, ik hoop dat je er blij mee bent, het cadeautje van je ouders, dat wij het privébezit van land van de boeren, dat wij dat echt hebben we actief aan meegewerkt, hoor, dat dat stopte. Dat al dat privébezit overgedragen is naar de grote multinationals, want papa en mama, ja, wij zijn communistisch en dan weet je wel, hè, van die volkerenmoorden en zo. Ja, dat was papa en mama waren er ook altijd voor, hoor. Van volkerenmoord en ja, en wat nog meer. Nou, dat hele volkeren doodgaan en zo. Ja, communistisch, ja, zo zijn papa en mama. Trots, hè, ben je nou zeker op papa en mama? Nou, word jij ook maar een volkerenmoordenaar en ga maar stemmen op de communisten. Jongen, jouw naam staat niet in het boek der levenden, snap je? Je kind gaat je verachten, man. Als kinderen hierachter komen, wat jullie ouders aan het doen zijn momenteel. Terwijl je beter had moeten weten. Dus mijn dochter, die heeft het er nu ook. Ja, zij is de laatste. Nou, een kind. Nou, daar ben ik niet zo enthousiast van. Voordat zij een kind
voordat zij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor een kind, heb ik liever eerst dat ze volwassen wordt. En bij volwassenheid hoort verstandigheid. En mijn kind heeft meegelopen in die klimaatdemonstratie in Den Haag. En ik vind dat als je dat hebt gedaan, dat je geen kinderen mag. Punt. En dat mag ik rustig vinden in mijn eentje, want ik heb het toch niet voor het zeggen. Dus ik kan het makkelijk zeggen. Maar ik vind dat als je klimatofobisch bent, als je psychopathisch bent, dat je geen kinderen mag. Je bent geestesziek. Psychopaat betekent geestesziek. Psychos is geest, pathos is ziekte. Dan ben je geestesziek mensen, geen kinderen AUW. De kans dat fout loopt is ongelooflijk groot. En dat risico wil je toch niet lopen als samenleving. Dus mijn dochter voorlopig geen kinderen. Eerst gaat zij de waarheid onder ogen zien hoe het nou werkelijk zit met het milieu. En dan gaat ze de waarheid onder ogen zien, namelijk dat zij zich voor de gek heeft laten houden. En hoe kon dat nou? En hoe gaat zij ervoor zorgen dat zij straks niet voor de gek wordt gehouden opnieuw voor een ander ding? Want als ze zo makkelijk voor de gek te houden was met het begrip CO2 en NO2... ja, dan ben je dus ook het gewillige slachtoffer van de volgende propagandacampagne. Nou, dan hoor je geen kinderen te krijgen. Dan neem je een Tamagotchi of zo. Dan neem je zo'n internetkind. Zo'n appje. Mag je ook de hele dag verzorgen. Dan kan je hem zo de borst geven. En klik, klik. En dan krijg je zoveel credits erbij. Dan neem je gewoon een virtueel kind. Kan je dat in de rondte lopen commanderen. Maar niet een echt kind. Dan mag je die hummeltjes niet aandoen. Eerst zelf volwassen worden, eerst zelf de feiten onder ogen zien, zelf kunnen nadenken en dan kunnen we het gaan hebben over kinderen. Ik weet niet of ik er daar vanavond aan toe ga komen hoor, omdat aan haar misschien wel niet, want ze heeft niet zoveel tijd vandaag, dacht ik. Maar een andere keer zeker wel, tuurlijk. Dat denken ze wel niet. Kijk, je kan een tv of een radio of een hoofdtelefoon of een USB-kabel, ja, die kan je gewoon aanschaffen. En als je een tv aanschaft en je kijkt er nooit naar, dan ben je dom geweest, maar ja, dat is niet zielig voor die tv. Maar als je je een kind toe-eigent en je gaat er vervolgens niet voor zorgen, ja, dan hebben we toch echt een probleem. Dus dat mag niet. Dus vandaar geen kind voor mijn kind. Voorlopig niet. Eerst maar eens zien of het überhaupt nog kan nadenken. Voor hetzelfde geld lukt dat niet meer hoor. Mijn kind weet wel dat het in Nederland, dat heb ik tegen haar verteld, van in Nederland is er niks aan de hand. En haar eerste reactie was, ja, maar dat zegt niets over de situatie buiten Nederland. Daar kan dus wel wat aan de hand zijn. Kijk, dat is geen logica. In Nederland is niks aan de hand. Dat is logica. Dus in Nederland hoeven we ons niet druk te maken over het milieu. Dat is dan kennelijk een buitenlands probleem. En nou, laten die buitenlandse mensen daar maar wat aan gaan doen. Laat het land wat maar een milieuprobleem heeft daar wat aan gaan doen. Zo heeft China bijvoorbeeld een heel groot milieuprobleem, omdat de Chinese burger heel erg kwistig is met het weggooien van plastic afval en dat niet de moeite voor neemt om dat in de speciale plastic afvalbak te doen, maar het gewoon tussen het restafval pleurt. 80% van het plastic in China belandt gewoon tussen de etensresten en de kartonnen dozen.
En die Chinezen die produceren maar een hoeveelheid afval. Dat is ongelooflijk. Die zijn nummer 1, hè? Ja, niet als land. Nee, nummer 1 qua hoofd, per hoofd van de bevolking. Dus de Chinees is de meest vervuilende mens van deze aardbol. Dus ik weet niet of Extinction Rebellion al een site heeft in het Chinees, maar daar is wel de hoogste tijd voor. Nou, de laatste zo'n meisje, die was dan ook heel erg, wow, de natuur, oh. En die wilde dan donateurs om de natuur te redden, belachelijk. En die vertelde ik dat verhaal, hè, van, en die vroeg ik aan haar, van wie denk jij dat de meeste vervuiler is qua plastic, hè, per hoofd van de bevolking? Nou, dat wist ze dan niet. En dan zei ik dus, nou, de Chinees, keek me zo aan, nou, ja. Ik zeg, en nummer 20, ja, en ik zeg, en hoe denk je over Amerika? Nou, zei ze, in Amerika is het vast ook heel erg. Ik zeg, nee, die zijn nummer 20. Ja. Per hoofd van de bevolking dan, hè? Dus er zijn 20 regio's, 20 landen, zeg maar, waar ze vervuilender zijn qua plastic afval dan Amerika. Dus China, Thailand, Indonesië, Zuid-Korea, Vietnam, Zuid-Afrika, Namibië, Zimbabwe. Ja. En dan keek de meisje me zo aan, maar oh, dat had ik helemaal, ik dacht echt Amerika. Ook voor die vrouw geldt wat mij betreft geen kinderen AUB. Dat is toch niet meer van deze tijd. En nu heb je toch internet. Iedereen kan het toch zo nazoeken op internet. Je kan toch zo kijken hoe het zit. Er zijn mensen geweest die zeiden tegen mij. Ja, Perry, maar op jouw internet is van alles te vinden. Maar op mijn internet niet hoor. Die mensen die zijn psychopathisch, die zijn geestesziek. En als die mensen verder geen kinderen krijgen, is er niet zo gek veel aan de hand. Want ja, een mens wordt 70 jaar, 80 jaar en is het afgelopen. Dus dan moeten we nog eventjes ja, die mensen zoals die vrouw die ik dan sprak. Met hoog klimaat, red de natuur, word donateur. Nou, die was er ergens in de 20. Nou, die leeft nog 50 jaar en dan ben je van het probleem af. Als ze maar geen kinderen krijgt. Die kinderen nemen dat denkvermogen, die kwaliteit waarschijnlijk over van de ouders. Nou, waarschijnlijk. Ja, hoogstwaarschijnlijk. Zo erg. Het is maar wat. Met al die idiote mensen. Ja. En jij en ik, ach. Kijk, als jij behoort tot de verstandige mensen, dan. Dan wist je dit al. Dan wist je al dat er met het klimaat helemaal niks aan de hand is. En dat zo'n klimaattop er alleen maar om gaat. Dat de mensen die leven van belastingen, dat die weer eens bezig zijn met. Want die willen loonsverhogingen. Ze vinden dat ze het zo goed doen, dat ze willen een loonsverhoging. Als ja, beloning voor de prestatie en niemand denkt om hun. En ja, dan moeten ze het zelf maar doen. Dus dan zijn ze bezig om extra belastingen te creëren. Door Al Gore, die man van The Inconvenient Truth, dat boek en die film. Zijn naam dook op als een van de investeerders achter een firma. En die ging handelen in koolstofemissierechten. Dus door die angstaanjagerij van Al Gore
mochten bedrijven niet meer zomaar koolstofdioxide gaan emitteren. Nee, ze moesten daarvoor rechten kopen. En die rechten die kon je dus ook verhandelen op een soort koolstofrechtenbeurs. En ja, dan kon je contact opnemen met de Al Gore BV. En dan bij hem kon je dan van die rechten kopen. Of als jij rechten te verkopen had, dan kon je naar hem toe gaan en zeggen, nou, ik heb rechten te verkopen. En kan jij ze dan van mij even verkopen? En dan Al Gore die pakt dan zijn 10% marge. Nou, zo zit het in elkaar. Het gaat puur om geld, meer niet. Hebberigheid van Al Gore en die andere smeerlappen. En de pure onwetendheid van de Nederlandse burger. Die denkt dat hij bezig is om de geelgerande bruinkikker te redden. En niet in de gaten heeft dat de hele boerensector eraan de rats meteen gaat. En overgedragen gaat worden aan Monsanto. Of ik nou, ik noem nu Monsanto, maar vul er maar een naam van een multinational in. A brave new world, snap je? Nou, ik hoop dat ik het snap. Maar jij snapt het. Nou, en jij weet ook dat in de Bijbel staat dat de wereld nu één keer zo is. En dat de waarheid in de Bijbel staat. En dat je je op deze aarde geen schatten moet verzamelen waar mot en roest ze zullen aantasten en dieven zullen doorgraven. Maar dat je andere dingen aan je kop hebt. Zoals het verspreiden van de waarheid. Nou, dat heb ik bij deze nu even mooi aan bijgedragen. Jullie zijn nu een stuk wijzer geworden over CO2. Dat is heel grillig. Dat komt dus niet alleen door het verbranden van fossiele brandstoffen. Want anders zou het niet zo grillig zijn. De concentratie in de atmosfeer. De temperatuur. Nou, de afgelopen 120 jaar 2 graden stijging. Maar die 2 graden, dat kan ook een kwestie van toeval zijn. Want de correlatie is maar 0,44. En de zeespiegel voor de Nederlandse kust, dat is een stijging van 1,7 mm per jaar. En het te verwachten is dat dat de komende jaren doorzet. En de verwachting is ook, of ja, het vermoeden is ook, dat het al heel lang bezig is. En even ter afsluiting, de intensiteit van het zonlicht, die varieert. Ik weet er nog niet het fijne van, maar ik weet dat het varieert. Met hele langzame golven. Kijk, en jij weet ook dat er heel lang geleden een grote ijstijd was, waarbij er een ijslaag over het hele noordelijke deel van de wereld lag. En die ijslaag die was tot aan halverwege Drenthe. Het was toen bitter en bitter koud. En waarschijnlijk was het, zeggen ze, denken ze dan ook, dat de Noordzee, dat was toen droog. Er was geen zee. Je kon lopen naar Engeland. En dat hoort bij de, ja, de natuurlijke fluctuaties. Ja. Nou, dat kan dus plaatsvinden op een hele grote, lange, zo, hele grote schaal, hele lange termijn. En op de middellange termijn zijn er ook dat soort fluctuaties. De afstand van de aarde tot de zon die varieert, bijvoorbeeld. En je zou misschien denken dat de aarde in een perfecte cirkel om de zon heen draait. Dat de aarde, dus de afstand van de aarde tot de zon, dat die constant is, maar dat is die niet. Die is af en toe wat kleiner en dan weer wat groter. En ook die variatie van kleiner naar groter, ook daar zit weer een variatie in. Dus ja. Er verandert nogal wat. En dat drukt zich uit in, ja, als je het hebt over de zonne-intensiteit, dat heeft een directe relatie met de temperatuur hier op de wereld. Natuurlijk. Dat kan niet anders, snap je? Tja, that's it. Iets beters kan ik er niet van maken. Dus wees dan maar gerust.
en maak je druk over de dingen waar je je wel druk over moet maken. Namelijk je eigen zielenheil. En dat jij niet liegt en dat jij niet zondigt. En dat jij wel fatsoenlijk doet tegen je medeburger. En je medeburger niet lastig valt met rare leugens. Zie? Nou, dan zeg ik vol van vertrouwen tegen jullie. Op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.